Ik vroeg nog, John, ga je gezellig mee? Nee, mij niet gezien, zei hij toen. Daar loopt een hele bijzondere dag. Nou, vertel eens, wat er zo net gebeurd? Nou, je ziet het al aan een hele mooie tekening die ik heb gemaakt. Bij deze nieuwe vlog op het Naam van Nekmans. Vandaag zijn we weer een keertje in Slagharen. Er is veel veranderd sinds ons laatste bezoek, dus laten we snel van start gaan met deze nieuwe vlog. In het park staan allemaal zulke borden. Kan je die code scannen en dan kan je kijken waar je een hapje en een drankje kan halen in het park. Daar staan ook de openingstijden bij. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het Slagharen heeft mondjesmaat nieuwe souvenirs. Waaronder deze kaarten zijn grotendeels nieuw. Heb je eentje met de Red Band, dit is een Randy Rosie. Met de Gold Rush heb je een aantal. Natuurlijk mag een kaart met Sam ook niet ontbreken, Randy Rosie. Dat zien er allemaal, dat is wel mooi uit. Maar dit is niet het enigste wat we nu hebben, dus laten we snel even verder kijken. Ook hebben ze nieuwe magneetjes met de Slagharen logo. Randy en Rosie. Of alleen Randy of alleen Rosie. Ja, het zijn plastic magneten. Doorzichtbaar en daarachter heb je een foto van Rosie of van Randy. Ziet er wel maar uit. Deze zijn €4,95 per stuk. En dan gaat er nog abonnementhouders korting af, mocht je een abonnement hebben. Dus het is wel leuk om in een verzameling toe te voegen. Ook hebben ze in die plastic uitvoering sleutelhangers. Van Slagharen en van Rosie. Natuurlijk ook van Randy. En van de Gold Rush logo. Deze zijn ook €4,95 per stuk. Dan heb je een hele mooie sleutelhanger. Bij de oude gokhal Rosie's Penny Arcade staan al twee Coca-Cola automaten waar je een beker kan voorhalen voor onbeperkt drinken. Ze zijn alleen nog niet in gebruik, maar ze zijn al wel geplaatst en ze staan al aan. Je hebt verschillende soorten smaken drinken. Waaronder Fusty, Coca-Cola, Muscle Mix, Fanta.
En dan kan je zelf ook een mixje nemen, bijvoorbeeld ja, als je Fuse Tea wilt en Fanta, kan je dat ook mixen. Bij het bruggetje bij Aqua Mexicana staat een hutje waar ze die automaat ook in hebben instaan. Ook die is nog niet open, maar ja, medio mei zou het open moeten gaan. Dus dat zou niet zo gek lang meer duren. Dan kan je lekker vers drinken tappen. En het is ook lekker koud en zo. Heerlijk op een warme dag als je hier in Slagharen bent. Dan heb je toch ja, lekker drinken en kan je zelf kiezen wat je wilt tappen. Daar loopt een hele bijzondere dag. Dit mag ook in de kranten komen te staan. De Blacksmith is weer open. Tenminste, we kopen nu wel andere dingen dan wat voor bedoeld was. Ze hebben nu churros, warme wafels en chocoladefruit, wat ze hier verkopen. Bij de meet and greet locatie hebben ze nou een Slagharen logo. Maar die Slagharen logo komt van daarboven vandaan, bij dat trappetje, daar hadden ze mij eerst hangen. Tijdens zijn vorige bezoek was Expeditie Nautilus nog gesloten. Maar ja, hij draait nu weer vol. Ik heb alleen een proefpersoon nodig om hem even... Nou ja, George! Goedemiddag, Nipmans! Hoe is hij? Ja, heel goed. Ik ben vandaag je kapitein voor vandaag hier bij Expedition Auto. Wil je hem uitzetten voor mij? Ik ga graag de uitdaging aan om een keer in te gaan. Het is lekker weer, het zonnetje schijnt. Het is kraak helder blauw. Dus ik zou zeggen van laten we maar even een keer een rondje maken, zou ik zeggen. Ja. Dus met een mooi Gold Rush thema. Je hebt mijn vlog gezien toen ik er vorige keer in zat, of niet? Ja, die heb ik gezien. Ja. Dus, laten we even terugblikken hoe ik er toen uitkwam, zeg maar. Kijk maar even mee. Flashback. Ja, bijna. Bijna. Nog een beetje nat voor de Nikkels? Nee, totaal niet hoor. Niet? Welke attractie is geweest? Het is een beetje iets niet natelijk. Ja, hè? Ja. Ah, kan er goed nat worden. Wat een idee. En een flashback. Nou, ik was hartstikke nat geworden, ja. Zag je dat? Ja, zelfs Cowboy en zelfs John Patterson vond het zelf fantastisch om jou nat te zien worden. Ja, dat is wel best, die gemene schurk. Ja. Ik vind ze alles wel leuk. Ja. Maar hij was zelf een watje om mij niet in te gaan. Ik vroeg nog, John, ga je gezellig mee? Nee, mij niet gezien, zei hij toen. Ben je er klaar voor om helemaal nat te worden? Ja? Oh, heb je wat tijd? Ze zijn wel leeg hier, joh. Jongen. Nou,
Het is dat ik nog andere dingen te doen heb gedaan, maar dan zit ik een potje mee gedaan natuurlijk. Hè. Oh, wat waar ben ik? Ja. Ik ben geen watje, want ik ga hem gewoon doen. Precies, jij bent de dappere short. Maar vorige keer heb ik hem ook al een keer gedaan. Dat staat volgens mij ook al op jouw kanaal. Dat heb je ook al een keer. Maar ik ga hem nog een keertje doen. Ja, nou is hij een nieuw thema. Dus ik zou zeggen, snel rennen naartoe. Het ziet er leuk uit, dus het thema. Dus ik ga hem doen. Ja, succes. Ja, dankjewel. Before. Ja. En soms meteen be after. Ja, be after. Dus kijk maar even mee. Dus, veel succes. Dankjewel. Wat een demo hier, fijn dood. Niet op mij gaan schieten, hè? Denk erom, hè? Staat hij aan? Ja. Of andere mensen die erin zitten, hè? Niet op mij. Sjors! Ben je er klaar voor? Ja, ik wel. Maar de vraag is, ben jij er klaar voor? Ja, ik hoop het. Nou, succes! Leesvermaak, hè? Is dat het leukste vermaak? Wat er is. Ja, dat is ja, leuke attractie blijft dit. En ik schoot uit, Nick. Een mooi thema, hè? Ja, ik schoot een beetje uit. Precies, ja, kan gebeuren. Oké. Okay. Achter de reuzenraad, schuin achter de reuzenraad, heb je een flink stuk grond waar ze mee bezig zijn. Hier gaat wat gebeuren, maar het is nog geen nieuwe attractie. Dit is voor een evenement in het najaar. Ze zijn nog een beetje geheimzinnig mee wat ze hier gaan doen, maar ja. Moeten we even afwachten. Komt er in ieder geval nog geen achtbaan of een nieuwe attractie te staan. Vanaf het reuzenrad kunnen we het best wat meer zien van het nieuwe terrein. Net vanuit de kabelbaan zagen we al het een en ander, maar vanaf het reuzenrad zien we net ietsjes meer. Dat ziet er wel heel groot uit. Maar ja, de vraag is, wat gaan ze ermee doen? Dat moeten we nog even geduld hebben. Weet je wat je moet doen om erachter te komen wat daar gaat gebeuren? Jouw video's komen. Precies, mijn video's blijven kijken. Ja. Nee, ja, dan kom je vanzelf achter. Wat hier inderdaad komt staan straks in het najaar. Ja. Maar het is in ieder geval een groot terrein, dus ik ben ook best benieuwd inderdaad, ja. Ja. Voor nu gaan we eerst even van het uitzicht genieten. Ja. Thank you.
zo meteen even Richard Piraat doen, maar achter de piraat zijn ze druk bezig. Ze zijn een Black Hill Ranger patrouille aan het opbouwen. Ja, ze zijn al stukken verder dan de vorige keer. De stalen grim staat er al helemaal overeind. Alleen ja, ze moeten hem nog helemaal uitpakken en de hindernissen neerzetten. Geen exacte opening datum, maar ik verwacht wel dat hij in de zomervakantie gereed is voor de opening. En dan kan je hier weer lekker filmen en klauteren. Maar voor nu is gaan we een beetje in de piraat. Geen beeld, denk. Nee? Oké. Okay. En actie. Nou, vertel eens. Wat is er zo net gebeurd? Nou, je ziet het al aan een hele mooie tekening die ik heb gemaakt. Ik heb zelfs mijn 500ste Richard Goldrush gemaakt. Ja, en ik was daarbij, hè? Ja, jij. En de cameraman ook. Zeker. Dus ja. Gefeliciteerd, Sherman. Ja, gefeliciteerd. Mooie prestatie ook. Ja. Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Of nou de 750, hè? Ja, eerst 750 en daarna 1000 uiteraard. Ja, en dan verder. Ja. Dan 1848. 1848 ritjes, lijkt me ook gaaf. Maar dat is nu eens allemaal. Ja, maar in ieder geval vandaag heb ik de 500 gehaald. Precies. Dus, ja, wie had dat ooit gedacht? Het is niet echt superleuk. Ja, een applausje waard zeker. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik kan niet. Nee, dat klopt. Ik kan geen applaus. Nee, dat klopt. Dus zou je ze ook even meedoen? Ja. Ja. Bij een... Wie jij bent? Hij vond het toch wel... Moet je? Ja, ik weet niet. Ja, ik had... Wow. Oh, toeval. Dat is toeval, hè. Oh. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Openmaken nu. Ja, uiteraard, hè. Is wat het leukste, hè. Of eerst even gokken wat erin zit. Het is sowieso zo'n custom magneet van zo'n craftsmanship. Oh. Ja, dat vond ik wel. Dat je het toch beter moet inpakken, George. Ja. Oh, wauw. Die is mooi geworden. Super gaaf, hè? Ja, 500 op 8 mei 2022. En jij zou ook nog wel... Dus ja, dat je het mooi vindt. Ja, zeker. Ik denk alleen dat er geen ruimte meer was ofzo. Nee, ja. Nice. Dus we hebben een beetje moeten puzzelen. Ja. Ja. Ja, hartstikke mooi. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Andere ritjes mag volgen. Ja, dat komt zeker nog niet. Maar nu we toch er zijn, zullen we nog een ritje gaan doen? Nee. Nee? Zullen we gewoon naar huis gaan? Kan ook, ja. Nee, tuurlijk gaan we nog een ritje maken! Ja, toch? Het was een superleuke dag vandaag, dus... Dat was de... Hey Marco, prima! Ja, het was zeker een leuke dag. En wat vond je hoogtepunt, George, van vandaag? Toch wel dat... Dat zij toch 500 ritjes in Goldrush haalden sowieso. Oh, ja? Ja, dat was toch wel een hoogtepuntje vandaag. Ja, dan... Niet Expedition Nautilus? Ja, die was ook nat. Die was ook nat. Maar voor jou vond ik het heel gaaf dat jij 500 ritten haalde. Ah, ja, okay. Dat was ook... uiteraard was het ook mijn hoogtepunt. Ja, ik wou zeggen, ik hoef dat niet te vragen. Nee. Dus ik was wel benieuwd naar jouw dieptepunt van vandaag. Mijn dieptepunt van vandaag? Dat was toen de wachtrij van Goldrush toch wel een beetje opliep, denk ik. Ja, dat er ineens een half uur stond, of 20 minuten. Ja. Toen begon ik wel te twijfelen of ik het vandaag zou halen, zeg maar. Ja, want je moest minimaal 25 ritten maken, hè? Ja, dan had je het gehaald. Ja.
Dus, maar ja. Was gelukt, dus... Nou, dat zeker. Ja. En daarna nog een paar extra, hè? Ja. De teller staat nu op 500 en? 5. 505. Ja, ja mooi. Een mooi aantal om af te sluiten. Precies. Ja. Dus, vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Ja, meer daarna te short. Iets achter mij ook, dat zien de kijkers goed. Ja. Laat even een leuke reactie achter in de comments. En ja, Sherman... Laat even weten wat je van Expedition Mountains vond. Ik ben benieuwd naar. Ik mag mijn zin niet eens afmaken van Sjors. Maar Sherman, wat moeten ze doen als ze nog niet geabonneerd zijn? Ja, dan moeten ze eventjes abonneren. Met één druk op de knop. Ja, is en, niet zo moeilijk. En daar ook nog even een belletje indrukken, zodat je geen video's meer mist. Nou, dan krijg jij als één van de eerste een melding als een nieuwe video online komt. Ja. En als ze wel op mij geabonneerd zijn en niet op jou, als moet ze dan moet je ook eventjes op mijn kanaal abonneren uiteraard. Sherman. Precies. Linkje staat hier in de beschrijving. Ja, bedankt voor het kijken en... Tot de volgende keer. Doei doei. Doei.